ik test de gevaarlijkste producten. Met gevaar voor eigen leven bestelde ik producten die volgens vele reviews verboden moeten zijn. Dit is alweer het derde deel en ik kan je beloven, het wordt nog gevaarlijker. Maar hoe gevaarlijk zijn de producten ook werkelijk en wat gebeurt er als ik ze test? Oh jongens, ik ben zo zenuwachtig voor deze video, want ik weet dus niet wat mij te wachten staat. Maar voordat we het eerste product gaan testen, iets heel belangrijks. Jij kan namelijk meedoen aan deze video door in totaal 12 punten te halen. En het allereerste punt kan je natuurlijk weer scoren door deze video een duimpje omhoog te geven. Als we de 16.000 duimpjes halen, ga ik natuurlijk een 1 miljoen party organiseren waar jij bij kan zijn. Allereerst zou het lief zijn als je even abonneert, want anders komt het feestje er sowieso niet. Wat je daar allemaal voor moet doen, kom ik later op terug, want de rest van de punten kan je scoren door elke keer vooraf, als ik een product ga testen, te bepalen of een product ook werkelijk gevaarlijk is of niet. Raad je het goed, dan verdien je dus weer 1 punt. Laat natuurlijk hier beneden in de reacties even weten hoeveel punten je uiteindelijk hebt gescoord. En hierachter is weer een speciale kamer voor mij ingericht. Laten we gaan kijken wat het eerste is wat ik uit moet gaan pakken. En hier zijn de pakketten die we vandaag allemaal gaan testen. Het ziet er weer heel creepy uit. Laten we gewoon helemaal links beginnen. We beginnen met dit pakket. Oh. Is best vaag. Nou, daar gaan we. Dit is toch elke keer een beetje spannend. Ik weet niet wat ons te wachten staat. Zo te zien, het lijkt op een krokodil. Met gevaar voor eigen leven open ik deze verpakking. En wat komt eruit? Oeh, oh. Volgens mij is het nu al kapot. Het is een krokodillenhoofd. Je kan hem volgens mij laten varen. Er zit een soort van propellers achter. Ik denk dat het de bedoeling is dat ik dit te water ga laten. Nou, daar sta ik dan met mijn krokodillenhoofd bij een geweldige sloot. Ik dacht dus, misschien is dit wel een mooie plek om iemand te gaan pranken. Mijn idee is als volgt. Ik ga deze zo meteen in het water leggen. En dan ga ik ergens achter de bosjes hier verstoppen. En wachten tot er iemand langskomt. Die dan denkt dat er waarschijnlijk een krokodil in de sloot zit. Jij mag natuurlijk vast gaan raden. Gaat dit werken of gaat dit niet werken? Je kan daarmee je volgende punt verdienen. Laten we even testen of hij het überhaupt doet voordat ik hem erin gooi. Ja, nu moet er dus eigenlijk iets gebeuren. Maar misschien heeft het mee te maken dat hij... Want er zit een soort van sensortje hier. Dat hij in het water moet liggen, dat hij het dan doet. Maar laten we voor de zekerheid eventjes een touw eraan vastmaken. Voordat ik straks zelf de sloot in moet om dit ding te halen. Echt het glamourleven van een YouTuber dit, jongens. Laten we de krokodil te water laten. Daar ga je, krokodil. Veel plezier. Oh! Nou, hij drijft best goed. Ja, jongens, eerlijk, dit ziet er toch best eng uit. Alleen dat touw maakt het wat minder geloofwaardig. Ja, waar kan ik nou verstoppen hier? Ik denk dat ik gewoon hier ga zitten. Super onopvallend. Laten we ondertussen doorgaan met het volgende verboden product. Ik weet dat jullie nu waarschijnlijk hopen dat ik als volgende pakket deze ga uitproberen. Maar ik ga gewoon even voor dit mysterieuze witte pakketje. Laten we hem gaan uitpakken. Nou, van de cameraman moest ik naar boven toe en dan moest ik hem hier gaan uitpakken. Dus ik heb al een beetje een voorgevoel dat het iets heeft te maken met wat ik voor de spiegel moet doen. Ik ben heel benieuwd wat we hier weer hebben. Dit ziet er echt heel goor uit. Gadver, wat is dit? Oké, ik zie hier een varkentje en ik zie iets met bacon. A fresh new day to enjoy the bacon flavor you love so much. Toothpaste, het staat er heel groot op. Het is tandenpasta met bacon smaak. Oké, dit gaat sowieso echt heel goor worden. Ja, als je van bacon houdt, zal het waarschijnlijk wel lekker zijn, maar ik ga dit echt niet trekken. Ik ben überhaupt benieuwd wat voor kleur deze tandenpasta heeft. Maar bepaal eerst voor jezelf, moet dit een verboden product zijn, ja of nee? Nee, ik denk dat dit zeker verboden moet zijn, want dit gaat waarschijnlijk heel goor worden. Oh, het is gewoon wit. Daar gaan we. Oh! Dit is echt heel vies. Oh, gatver. Oh, man. Alsof je je tanden met kots poetst. Oh. Oh, die smaak gaat ook helemaal door. Ugh, het goorste wat ik ooit in mijn mond heb gehad. Nee, dit moet echt een verboden product zijn. Waar is de prullenbak? Zo. Door naar het volgende. Zoals ik al zei, ga ik een 1 miljoen feest organiseren als we de 1 miljoen halen. En daar moet je dus het volgende voor doen om bij te kunnen zijn. Zorg dat we die like halen van 16.000 duimpjes. Abonneer natuurlijk even, dat is eigenlijk het belangrijkste. En laat in de reacties weten wat je voornaam is en wat het aantal abonnees is dat we nu op dit moment hebben. Helaas kan ik niet iedereen uitnodigen, maar elke video kies ik een paar namen uit die uiteindelijk als we de miljoen halen, een berichtje van mij krijgen dat ze erbij mogen zijn. Laten we met gevaar voor eigen leven weer verder gaan met de volgende. En ondertussen zit ik hier nog steeds super onopvallend. Achter een paar stukjes riet. En mijn krokodil drijft hier in het water. Ik hoop wel dat er iemand zo komt.
Laten we doorgaan met het volgende pakket. En ja jongens, dat is deze. En ik denk dat we hier even voor naar buiten moeten. Ik heb hier zo te zien dus moon shoes. En hiermee kan je blijkbaar zo hoog springen dat het bijna gevaarlijk is. Ik ben benieuwd of ik straks helemaal naar de maan word gelanceerd. We gaan het zien. Laten we het eerst even gaan uitpakken. Dit zijn wel enorme shoes. Oké, ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Oh, ik moet het nog helemaal... Wat is dit? Oh, dit wordt heel veel werk zeker weer. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, jongens, ik vind dat dit product überhaupt al verboden moet zijn aan hoeveel werk je hier aan hebt. Ik ben gewoon gewend dat dingen kant en klaar zijn, behalve als Rut gekookt. Oh, dat gaat echt heel goed. Ik heb ze een soort van in elkaar zitten. Nou, op gebied van in elkaar zetten vind ik al dat het verboden moet zijn. Maar goed, jullie mogen nu gaan raden voordat ik ga testen. Moet dit product verboden zijn, ja of nee? Het zou dus heel gevaarlijk zijn als je natuurlijk op jonge leeftijd dit gaat proberen. Want misschien ga je wel zo hoog dat je niet weet waar je moet gaan landen. Ik denk niet dat dit voor mijn leeftijd gemaakt is. Laten we het even zonneschoenen proberen. Zo, dat is voet 1. Oh, nu moet ik voet 2 er nog in krijgen. Wat een drama. Het gaat helemaal niet. Nu is het dus, dat bedoel ik, dat je springt. Nee, ik durf dit niet. 3, 2, 1. Nee. Oké, dit is echt verschrikkelijk. En dit is inderdaad heel gevaarlijk, jongens. Dit product moet verboden zijn. Nou, je weet dat de winter weer is begonnen als je heel blij bent dat je weer binnen bent, omdat je buiten helemaal stond te rillen. Maar goed, we gaan door met het volgende pakket. En ik werk gewoon het rijtje af. We gaan deze uitpakken. Oh, die is heel licht. Kom maar, pak. Ja, Paco houdt van pakketjes uitpakken. Paco, trouwens, het kan heel gevaarlijk zijn, dus pas op. Oh, ze gaat ook gelijk zitten. Laten we kijken wat hierin zit. Oh, oh. Nou, Paco, dit is wel heel nieuwsgierig. Oh, dit is wel iets wat jij leuk vindt, maar het is niet voor hondjes bedoeld volgens mij. Nee, volgens mij vindt ze de verpakking leuker. Kom maar hier, nee. Ik denk dat jij geen goede assistent bent voor vandaag. Sorry. Het lijkt op een soort van bal die kan vliegen. Het lijkt erop dat hij wel heel veel kleurtjes heeft. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we hem gewoon even open gaan maken. Nou, het is wel een hele leuke kleur. Het is een doorzichtige roze bal met een hele grote propeller erin. Oh, hij draait ook al een klein beetje als ik hem beweeg. Oké, ik schat in bij deze dat dit niet gevaarlijk is en niet verboden hoeft te zijn. Raad vast even voor jezelf. Is het gevaarlijk? Ja of nee? We gaan hem nu testen. Misschien is het wel leuk als ik even met iemand kan gaan overgooien. We hebben hier kampioen bal overgooien. Namelijk Rutger. Hallo. Maar er zit hier een aanknopje. Laten we die even indrukken. Oh, kijk. Er zitten allemaal lampjes in. Laat ze Paco even in de hal zetten. Ik ben bang dat hij straks Paco raakt. Oh ja, dat is waar. 3, 2, 1. Er gebeurt helemaal niks. Het is echt heel raar. Nog een keer. Oké, dit is echt een heel... Doe het nog een keer. Ik denk dat we nu snappen hoe dit werkt. Hoe dan? Ik snap het nog steeds. Je moet namelijk zo doen. En dan laat je hem los. Geen touwtjes. Magie. Nou, even de conclusie. Ik kan je vertellen, is het gevaarlijk? Ik vind het meevallen. Gebruik hem alleen niet in huis. Dat is niet heel erg handig zoals jullie zagen. Moet het verboden zijn? Vind ik een beetje overdreven om te zeggen. Maar ja, werkt het? Nee, het werkt eigenlijk niet. Want het moet op één plek blijven en het gaat alle kanten op. Dus in dat geval moet... Oeh, hij gaat weer aan. Moet hij verboden zijn? Oh. Het is echt zo onhandig, dit ding. Jongens, hoe lang moet ik hier nog gaan zitten? Het ziet er wel nog steeds creepy uit, dit. Het is ook niet echt een tijdstip om je hond uit te laten. We zijn weer boven in mijn beetje spannende kamer vandaag. Laten we doorgaan met het volgende pakketje. En dat is deze. En die is heel erg licht. Weet je, ik ga hem gewoon hier uitpakken. Wat maakt het uit? Laten we gaan kijken wat erin zit. Huh? Wat is dit? Oh, het staat er ook letterlijk op. Nothing. Is dit dan werkelijk niks? Instructies. Carefully open the pack. The experience is nothing. We hebben het even opgezocht. Dit kost in totaal €10,83. Jongens, ik kan jullie vertellen, er is gewoon een bonuspuntje voor jullie. Dit moet werkelijk verboden zijn. Je gaat niet €10,83 betalen voor werkelijk niks. Je hebt een stukje karton en een stukje plastic. En dat is de hele experience. Laten we gewoon snel verder gaan met het volgende pakket. Ik heb dit natuurlijk al heel vaak gedaan, maar het blijft elke keer toch weer spannend om het uit te pakken.
Laten we even kijken wat hier nu in zit. Het is een soort apparaatje waarmee je, waar je een touw volgens mij doorheen kan halen. Wat is dit? Ik had sowieso verwacht dat die blauw zou zijn. Maar goed, laten we kijken wat hiermee de bedoeling is. Eén touw zit er al helemaal in vast. En als ik het een beetje goed begrijp, als je hem hier vastmaakt tussen die wieltjes en nu het apparaat aanzet, dan zou dit touw zo helemaal rond moeten gaan. Laten we dit niet in de buurt van Paco testen of andere mensen, want ik ben een beetje bang dat dit wel gevaarlijk kan zijn. Dus ik schat in dat het verboden moet zijn. Ik ben erg benieuwd wat jullie denken. Nou, jongens, kijk eens eventjes. Wat een plaatje. Het ziet er wel heel rustgevend uit om naar te kijken. Ja, is het gevaarlijk of niet? Ik vind het er best wel heftig uitzien, omdat het lijkt op een soort van, ja, iets wat om je nek kan komen of in je ogen of wat dan ook. Dus het kan goed misgaan met dit. Daarom kies ik er toch voor dat het verboden moet zijn. Maar dat haalt niet weg dat het best wel grappig is eigenlijk. Oh, hier, daar ga je al. Het gaat al naar mijn nek, zie je? Nee, we gaan het ding wegdoen. Voor de mensen die nu langskomen kunnen ook denken dat ik hier zit te poepen als ze mij zien. Hé, hey, maar cameraman, als er iemand aankomt moet jij ook wegduiken, hè? Ja, sorry Kroki, het duurt een beetje lang, hè? Dit gaat waarschijnlijk heel irritant worden voor heel veel mensen, maar ik kies niet het volgende pakket, maar het pakket daarna. Ik wil het gewoon even omdraaien. Lekker irritant. Laten we kijken wat hierin zit. Het is een hele grote doos en hij weegt eigenlijk bijna niks. Volgens mij zit er iets heel kleins in. Nou, daar gaan we. Er zit iets heel kleins in, inderdaad. Dit is het. Danger, be careful to hit people. Uit dit kleine doosje. Laten we kijken wat er dan in zit. Ik durf het bijna niet open te maken als dit al op de verpakking staat. Een soort zilver object. Oh, ik schrik me rot. Volgens mij was dit het hele ding al, of niet? Even credits naar de cameraman, want die heeft hem terug in elkaar gekregen. En ik heb wat uitleg gehad. Dit is dus blijkbaar een soort toverstaf die goochelaars gebruiken. En die kan je gewoon online kopen. Maar heel veel reviews zeggen dus dat dit veel te gevaarlijk is. Want het knalt in één keer open en kan natuurlijk tegen je aankomen. Ik denk dat dit zeker gevaarlijk is en verboden moet zijn. Laten we kijken hoe doe je dit? Ja, dit is inderdaad gevaarlijk. Als je dit ergens op een foute plek doet. Kijk, ik wist er ook niks vanaf. Het had helemaal fout kunnen aflopen. Ja, jongens, dit gaat veel te lang duren. Dus mijn plan is als volgt. Ik ga gewoon Rutger appen en vragen of hij alsjeblieft kan komen. Want ik heb iets heel raars gespot in het water. Vervolgens gaan we naar zijn eerste reactie kijken. En dus hopen dat hij denkt dat het echt is. We gaan voor het volgende pakket. En ik kies voor deze. Spannend weer, jongens. Ik krijg hier hele rare ideeën bij. Oké, dit is een soort van... Hoe ga ik dit uitleggen? Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Je hangt dit aan een deur vast en daarmee kan je zeg maar je een beetje rekken en strekken met je nek als je nekpijn hebt. Maar dit ziet er wel zo heftig en fout uit dat ik niet eens weet of ik het wel wil proberen. Nou, ik heb het in elkaar gezet. Het ziet er echt heel erg fout uit. Ik zeg nu al bij deze, dit product is gevaarlijk en keur ik helemaal af. Laat even weten wat jij denkt. Ik ga hem eventjes bevestigen. Dames en heren, jongens en meisjes, ik presenteer jullie mijn rek- en strek oefening. Nou, goed. En dus als je nekklachten hebt, dan moet je dit dus gaan... ja, kun je zo rekken en strekken. Even kijken hoor. Doe hieruit. Ja, och. Het is zo fout. En hoezo zou je op deze manier je nek willen rekken en strekken? Hoe gaat dit ook af? Oeh, ik word er heel benauwd van. Ik hoop dat jij punten verdient. Ik wel. Het volgende pakket, en dit is het ene laatste pakket alweer. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel punten jij tot nu toe hebt gescoord. Laat het vooral even beneden in de reacties weten. We gaan nu deze uitpakken. Laten we deze gaan uitpakken. Wat is dit? Het is volgens mij een soort zonnepet of kap. Maar goed, laat ik hem voor jullie gaan opzetten. Zo. Oh ja. Ja, het gaat de zon wel tegen dit. Maar goed, er zit hier dus een propeller. En ik denk dat hij bedoeld is om jezelf een beetje cool te houden. Oh, hij doet het. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hij gaat heel erg hard. Ja, als ik het zo zie, vind ik het geen gevaarlijk product. En zou het voor mijn gevoel niet verboden moeten zijn. Schat jij het maar vast in, is dit gevaarlijk ja of nee? Maar stel je voor dat je lang haar hebt en het in die waaier terechtkomt. Ik presenteer jullie mijn nieuwe koep binnen 3, 2, 1. Nou, geweldig jongens. Oké, laten we het nu nog een keer gaan testen, maar dan dus met lang haar. Nou, laten we dan nu eventjes die waaier weer aanzetten. Zo. Ik ga dus nu deze haren hier tegenaan houden en kijken of die ertussen gaat. Oh nee, hij zit vast! Ja! Oh nee, het haar zit vast! Laten we zeggen dat dit inderdaad verboden moet zijn, vooral voor mensen met lange haren. Ik hoop dat jij wel een punt hebt gescoord, want ik niet. Hij komt eraan! Hij komt eraan, die krokodil moet goed liggen. Cameraman, weg, 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 duik weg. Jongens, Rutger komt er nu aanlopen. Doe gewoon alsof ik aan het zoeken ben naar wat ik net in het water zag. En dan hoop ik dat hij het eerder ziet. Daar loopt hij. Ik zit echt super diep in het gras. Hij staat heel hard te lachen. Oh nee, hij heeft mij gezien. Rut, er drijft iets in het water. Ja, ik zie het. Schrik je niet.
Ja, het ziet er wel een beetje eng uit, ja. Wat moeten we doen? Misschien moeten we 112 bellen of zo. Dat is goed. Ik ga dat even doen. Ja, doe het. Volgens mij krijg ik echt een 2 voor mijn acteerwerk vandaag. Dit was wel slecht, ja. Maar de krokodil doet het ook niet heel erg goed. Want heel erg geloofwaardig vind ik hem niet. Oh. Nou jongens, bij deze prank is het niet geslaagd. En ja, ik hoop dat jij punten hebt gescoord. Dit is trouwens Krokie van dichtbij. Ik vind hem er zo beter uitzien dan van veraf. Maar ja, dat heb ik met jou ook natuurlijk. We gaan door. Dat is klaar. En dan zijn we alweer aangekomen bij het allerlaatste pakket. En ik heb zo'n gevoel dat dit het heftigste gaat worden. Dus laten we hem snel gaan uitpakken. Wat is het? Het lijkt op iets voor vlammen. Dit ziet er heel intens uit. 35% meer kleur. En als u de gebruiksaanwijzing zo leest, moet ik dus nu vuur gaan maken met houtblokken. En dan dit erop gooien. En dan zou je dus blijkbaar vuur in een bepaalde kleur krijgen. Dit is gevaarlijk en moet verboden zijn. Ik snap dat mensen hier heel negatief over praten. Maar weet je, we gaan het gewoon voor jullie testen. Doe het nogmaals niet thuis na. Ik test het voor jullie. Ik ben benieuwd wat voor kleurtjes wij gaan krijgen. Laten we allereerst een beetje vuur proberen te maken in deze kou. Oké, het brandt in ieder geval. Laten we even wachten tot we wel een goed vuurtje hebben. Want ik wil die kleur natuurlijk wel duidelijk zien. Ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Het is een soort van, ja, groenig poeder. Het lijkt wel bakpoeder. Nou jongens, neem gepaste afstand. Want daar gaan we. Ik ben heel erg benieuwd. Er kwam een soort blauwe vlam uit. Ja, ik krijg blauwe vlammen. Ik hoop dat jullie het een beetje zien. Oké, je zag een klein beetje blauwe vlammen en wat blauwe rook. En vooral heel veel is er naast gevallen. Ik ga gewoon nog een zakje openen. Want tot nu toe vind ik het een klein beetje tegenvallen. Ja hoor, kijk eens. Het is wel geinig, maar die blauwe vlammen zijn wel van korte duur. 1. Het is gevaarlijk om met vuur te spelen. 2. Het is echt van korte duur. En 3. Bij deze bepaal ik dat dit product ook verboden moet zijn. Wat een troep. Ik ben heel benieuwd hoeveel punten jij hebt gescoord. Laat het eventjes weten in de reacties. Wil je meer van dit soort video's zien? Klik even door in het eindscherm. Dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Doei!